Nogmaals een hele goede avond, dames en heren. Welkom in het theater in de Roestbak in Almere. We staan aan het begin van wat een hele mooie muzikale avond zal gaan worden. Het Timeless Music Orkest zal een heel erg divers genre ten gehore brengen. En dat kunt u ook al een beetje zien aan het decor wat daar te zien is. Het is heel divers. U zult horen dat ieder genre op zijn eigen manier weer een emotie kan triggeren. En dat is toch zo mooi van muziek, hè? We zullen gaan van popmuziek tot Tiroler muziek, van lambada tot rock and roll, van rock and roll. Oh, wacht. Dat is het nummer waarmee het orkest dus nu gaat openen. En dat nummer is een bewerking van Henk Helmers, de dirigent zelf. Henk? Henk? Oh, sorry. Henk. Nou, Henk Helmers, de dirigent. Dames en heren, Little Rock and Roll. En het mooie nummer What a Wonderful World. Thank you.
musical Sound of Music, het alombekende Doremi. Alhoewel dit nummer bij u waarschijnlijk de neiging tot meezingen zal oproepen, zou ik u willen adviseren om alleen te luisteren. Want de uitvoering van dit nummer is erg mooi. Zo zult u verschil horen in dynamiek, oftewel hard en zacht, zullen verschillende melodieën tegen elkaar inspelen en daarnaast hebben Saskia Elias en Frank Bosklopper een solo in dit nummer. Dus luistert u naar Doremi. Thank you.
Ja, en dan wil ik nu graag even vragen aan Frank Postklopper om eventjes te gaan staan, zodat iedereen ook weet over wie ik het heb. Want, dames en heren, ja. Het nummer dat u zo dadelijk zal gaan horen is gearrangeerd door Frank. En wel leuk om te vertellen, Frank is de zoon van Henk Postklopper en dat is de dirigent van het orkest dat hierna zal gaan optreden. En dat hij het ook in de vingers heeft, dat zult u dan ook even gaan horen. Frank, klasse. Ja, dit nummer wordt door het orkest hier met heel veel gevoel gespeeld. Het is een nummer van Eric Clapton. En die heeft het geschreven naar aanleiding van de dood van zijn zoontje. Het is dus een heel emotioneel en ik vind het echt een prachtig nummer. Tears in Heaven. Van de volgende liedjes. Nachts bin ich allein, Riverside en Komm zurück. Het orkest speelt u voor uw Swing for Accordion medley.
Lambada. 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 Lambada? Lambada time.
is een erg bekend meefluitnummer. Voordat we dan ook met z'n allen gaan fluiten, wil ik u graag iets meer over de achtergrond van het nummer vertellen. Het nummer komt van een film van Monty Python. En Monty Python is onder andere bekend geworden van zijn absurde en komische films. En daar is Life with Brian er een van. Uit deze film komt het vrolijke volgende meefluitnummer. Niet lachen, want dan kunt u niet fluiten. En ik zal zeggen, doe allemaal gezellig mee. Always look on the bright side of life. Thank you.
Ja, en dan zijn we alweer aanbeland bij het laatste nummer van het Timeless Music Orkest. Ja, we sluiten af met een lied dat van een gelijknamige film komt waarin Columbus zijn ontdekkingsreis naar Amerika maakte. In het nummer is duidelijk een boot te horen. Dit komt onder andere doordat we sinds kort de beschikking hebben over een basaccordeon. U hoort hier Ina ter Beek op spelen. En dit instrument zorgt echt voor een extra toevoeging. U zult zich echt op een boot wanen. Het spreekt voor zich dat we erg blij zijn dat we nu de beschikking hebben over dit instrument. En in dit nummer komt de basaccordeon ook goed tot zijn recht, zoals u zult gaan horen. Dames en heren, ik wens u nog een fijne avond met nog veel luisterplezier. Het Timeless Music Orkest onder leiding van Henk Helmers speelt tot slot voor u Conquest in Paradise.